Ja, dan welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pimmelkom, Bonkloot, Vielen in de Ray, Pokémon hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. En dames en heren, 11 november is het zover. Er komt een nieuwe set Silver Tempest uit. De allerlaatste Sword and Shield set. Voordat we natuurlijk naar Scarlet en Violet gaan. En dat wordt natuurlijk super gruwelijk. Want er komen echt ontzettend vette kaarten in. En in deze video ga ik jullie alles vertellen over deze nieuwe set. En dat gaan we doen in deze video. Er zit een haar hier. Heel vervelend. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan door naar de volgende sheet. Want ik heb alles klaarstaan voor jullie. Ik heb namelijk alle leaks, alle kaarten die bekend zijn, die in de volgende set gaan zitten, heb ik alvast klaargezet. En dan gaan we gewoon even doorheen lopen. En dan kunnen we zien wat er allemaal in komt zitten. En dan wil ik graag van jullie weten in de reacties of jullie hyped zijn voor deze Sword and Shield Pokémon set. Want dit wordt super gruwelijk. Sword and Shield 12 in elke. Ik kan even kort uitleg geven. Een set duurt altijd 3 jaar. Dat is eigenlijk de cycle van Pokémon. Dan komt er ook altijd weer een nieuwe Pokémon game uit. Die natuurlijk op 18 november uitkomt. Dus de week erna. Dan komt de nieuwe Pokémon game Scarlet Violet uit. Dus een week daarvoor komt de nieuwe Sword and Shield set uit. Er zijn altijd 12 sets. 4 per jaar. En ja. En nu is het dus de laatste Silver Tempest. We hadden natuurlijk dit jaar begonnen met Brilliant Stars, Astral Radiance, Lost Origin en natuurlijk nu Silver Tempest. En het is wel bijzonder, want normaal gesproken zit er dus een kwartaal ongeveer tussen een nieuwe set. En nu dus maar 2 maanden, want Lost Origin kwam natuurlijk in september uit. We hebben september, oktober en dan boom, in november kon gelijk alweer Silver Tempest. Dus het nu maar 2 maanden tussen, maar dat betekent wel dat we straks voor de nieuwe Scarlet en Violet set 4 maanden moeten wachten. Dus we moeten echt heel lang wachten op de eerste Scarlet en Violet set. Maar er komt nog, en dat kan ik jullie wel vast vertellen, er komt nog een holiday set, zoals jullie hem kennen als Pokémon Go, Shining Fates, Hidden Fates. Er komt nog een Sword and Shield 12.5 set uit, want die heb ik namelijk al besteld. En die komt er dus aan. Wat daar nog in zit, of wel hoe het eruit ziet, dat is nog niet bekend. Maar er komt dus nog een holiday set uit na Silver Tempest. En we gaan heel erg zien wat daarin gaat zien. Maar dit is in ieder geval de laatste volledige set. En we gaan het even kort even doornemen. Nou, hier heb je in ieder geval alvast de Japanse kaarten. Die ze hebben, ja, de Japanse kaarten komen natuurlijk allemaal veel eerder uit. Die kan je natuurlijk allemaal alvast zien. Ja, er zijn al wat Japanse boosterboxen uitgekomen. Ik kan misschien wel even zo'n Japanse boosterbox bestellen waar deze kaarten in zitten. Kunnen we alvast een sneak peek krijgen. Maar over 2 weken ga ik de eerste packs al kunnen openen op een pre-release. Dus dat wordt super tof. Maar laten we even kijken. Prachtige Superior V-Star zit er in deze kaart. Sowieso een hele vette gras Dragon Pokémon. In ieder geval, het is een gras Pokémon, maar hij ziet een beetje uit als een draak natuurlijk. Heel erg gruwelijk. Dan hebben we deze. Ik weet niet eens wat dit is, joh. En dan hebben we weer Radiant kaarten erin zitten. Dus dat betekent ook dat er ook weer een Trainer Gallery in gaat zitten. Dat is super dik. Dus we gaan ontzettend veel pools krijgen uit deze set. Ik denk dat dit echt een van de dikste sets wordt van Sword and Shield. Als we kijken naar wat voor zieke kaarten er nog aankomen. Maar dat ga ik jullie straks laten zien. We hebben de Serena Radiant. Er komt weer een Growlithe en een Arcanine. Er zitten veel Growlithe en Arcanine in de afgelopen set. Dat moet ik wel heel eerlijk toegeven. Oeh, er komt ook weer een nieuwe Reshiram kaart. Heel erg nice. Alleen de V, geen V-star. Litten hebben we ook nog. Litleo. Oeh, zo wow. Ik krijg gewoon Alolan Vulpix V-star. Dat is gruwelijk. Ze gaan gewoon een keer niet voor de Ninetales dan, voor de Evolution. Maar ze gaan gewoon voor een basic Pokémon V-star. Nou, dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet gezien. Dus dat is wel echt gruwelijk dat ze dat nu voor het eerst doen. Natuurlijk zetten Alolan Vulpix ook op de Elite Trainer Box. Dat is super dik. Ik vind deze Omastar art ook echt heel erg dik, eerlijk gezegd. Nou, dan hebben we hier nog een paar commons. Er zit ook weer een vette Milotic in. Die zal wel holo worden. En die Wailords en Wilmer zijn ook weer super grappig. Dan gaan we nu door naar de Electric Pokémon. Nou, er zit weer een Pikachu in. Nou, verrassend. Zoals een keer niet een Pikachu in een set zitten. Weer een Rotom. Oeh, en de Regieleggy V-Max. Hele vette kaart. Ik vind sowieso dat gele altijd heel erg vet op Pokémon kaart. Ik vind bijvoorbeeld ook die Magnezone een hele mooie kaart. Die Magnezone V-Star die in Lost Origin zit. Maar ik vind deze Regieleggy V-Max ook super, super dik. Max Thunder Lightning. During your next turn, this Pokémon can't attack. Nou, prima. Oeh, en hier ben ik echt heel enthousiast over. Hier links onderin zie je hem. De Shiny Alakazam. Radiant Alakazam gaat in deze set zitten. Super dik. We hadden de vorige set natuurlijk ook al. We hadden Radiant kaarten met de Sneasler. We hadden natuurlijk de prachtige, prachtige Gardevoir. En nu krijgen we dus de Radiant Alakazam. Heel erg vette kaart. Die wil ik zeker in mijn bezit hebben. Super tof. We hebben een Unknown V-Star. Oeh, dat is ook wel heel erg dik hoor. We hebben een beetje voor basic Pokémon V-Stars gekozen. Dat is wel best wel grappig. Normaal gesproken zijn het natuurlijk Evolutions die je in V-Max V-Stars ziet. En nu hebben ze een beetje voor basics gekozen. Hetzelfde voor Mawile natuurlijk. Dat is ook gewoon een basic. Alhoewel, nee, deze. Ja, dit is gewoon een basic ook. Dus dat is ook wel tof. Nou, wat zit er allemaal nog meer voor moois in? Er zit nog een De Den in. Een Indeedee.
Oeh, er zit ook weer een drug appult in. Zie je ook steeds vaker terugkomen. Hey, Hisuian Arcanine V. Ook tof. Geen V-star. Misschien komt hij nog in een latere set. Dat weten we niet. Maar ja, we krijgen straks Scarlet Violet. Dan zullen die er weer in zitten. En de eerste Ursulina V-kaart. Heel tof. Hebben we nog een Skunk Tank. Hier voor de rest bij de Dark City Decks. Oeh, Radiant Jirachi. This Pokémon is in the active spot and is knocked out by damage from an attack from your opponent's Pokémon. Search your deck for up to 3 cards and put them into your hand. Oké, dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Een goede stalkaart. Ojojoj. Hele mooie kaart. Zoals Jirachi is echt een prachtige, prachtige Pokémon. En nu dus weer in een shiny variant. De Radiant Jirachi. Magerna. En dan hebben we hier de prachtige Regidrago. Sorry, excuses. Dat is een Dragon V-Star. En ik weet dat deze kaart echt super sterk gaat zijn in de trading card game. Dat is al bekend. Ik weet niet precies wat hij doet. Maar deze zitten er sowieso dus in de nieuwste set. En jongens, dames en heren, daar zijn ze. De Ho-Oh en de Lugia. Kijk deze prachtige Lugia V-Star. Oi, 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 wat een prachtige kaart. Deze set zitten super veel Lugia kaarten in. En Lugia gaat echt... Ja, dit wordt gewoon de set van Lugia. En heel veel Lugia-liefhebbers natuurlijk in Pokémon. En jullie worden allemaal op jullie wenken bediend. Want kijk eens, een Lugia V, Lugia V-Star. En natuurlijk ook nog eens een Ho-Oh Normal. En dat is wel grappig, want voor de mensen die het weten... Ja, dit is gewoon een Fly-Pokémon natuurlijk naast... naast dat hij vuur is. En ze hebben nu dus inderdaad voor de Fly-type gekozen. Archops zit erin. Nou, heel erg tof. Het zit er allemaal nog meer van moois in. Oeh, we hebben hier wat full arts. Nou, de Superior, de Reshiram, Vulpix, Omastar Unknown, Regilecki, Magerna, Regidraco. Oeh, weer die prachtige Lugia en de Ho-Oh. Die kunnen nog wel eens vrij kostbaar kunnen worden. En natuurlijk weer een paar prachtige full art trainer kaarten. Nou, dit is in ieder geval... een Energy Switch full art. Dat is ook wel heel erg sick. Maar dit zijn nu niet alle kaarten, dames en heren. Dit zijn nu niet alle kaarten die jullie... Die jullie straks in de set gaan zien. Er zitten er nog veel meer in. Maar die zijn nog niet allemaal bekend. Maar we gaan jongens even door. Naar een van de vetste leaks die er zijn. Want er zijn namelijk wat leaks geweest van de Lugia kaart die erin gaan zitten. En dit is er dus één van. De Gold Lugia V-Star. Zit hierin. Even kijken. De Lugia V-Star. Dit is de Gold Card. Nou, jullie hebben de normale V-Star natuurlijk gezien. Die ziet er hetzelfde uit. Dit is dan de Gold Card. Super gruwelijke kaart. 4 energies, Tempest Dive, you may discard a stadium in play. Niet super sterk. Je wil eventueel 2 double turbos aanhangen. During your turn, you may put up to 2 normal Pokémon that don't have a rulebook from your discard pile into your hand, open to your bench. Oh, nou, ik weet niet of dat heel goed is, maar... I don't know. Heel erg vet, Lugia Visa. En nu gaan we naar de kaart waar iedereen heel erg op zat te wachten. Iedereen hoopte super erg dat er een alternate art zou komen van misschien wel de meest... geliefde Pokémon die er is. Lugia. En there we go. Daar is die. De Lugia V Alternate Art. Daar staat die jongens. Oi, 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 oi. Wat een ontzettend gruwelijke kaart. Ik zag wel wat meningen die verdeeld waren. Maar ik vind deze kaart super dik. En deze zou wel eens gewoon weer de prijs kunnen opgaan van de Giratina. Zoals jullie weten zijn alle alters echt ontzettend in prijs gestegen. En dit zou wel eens een hele, hele, hele dure kaart kunnen gaan worden. Het ligt een beetje aan de pool rate. We gaan sowieso, jongens, in het release weekend van Silver Tempest... gaan we weer op mijn Twitch kanaal 1000 packs openmaken. We hadden vorige keer 1350 packs geopend in één livestream. Dat gaan we nu gewoon kijken of we dat weer kunnen doen. Het zou super dik zijn als jullie er allemaal weer bij zullen zijn. En dan gaan we eens kijken hoeveel van die Lugia's we kunnen poelen. De vorige keer hadden we echt maar één Giratina... en 2 Aerodactyls uit echt 1350 packs als enige alt-arts. De pool rates zijn super laag. Laten we kijken of het in deze set beter is... of dat het weer ontzettend zeldzaam gaat worden om deze Lugia te poelen. Maar wat een prachtige kaart. Laat ook even in de comments weten wat jullie van deze kaart vinden. Ik vind hem in ieder geval super, super dik. Maar we gaan het zien, we gaan het zien. Gaan we naar de volgende leak. De Regidraco V Alternate Art. Hele toffe kaart. En er zit een heel klein detail. Zoals je kan zien, hier achterkant van de kaart zit ook weer een Lugia. Heel erg tof. Klein detail dus op deze Alternate Art. Dat er gewoon ook een Lugia op zit. Ik vind het een super mooie kaart ook. Dus sowieso die Regis wel echt tof. Ik moet zeggen dat ik eerst dacht een beetje van al die nieuwe Regis. Maar nu die... ik ben Regidraco wel gaan waarderen, man. Ik vind ze wel geinig. En ook nu met die Lugia op de achtergrond. Super toffe kaart. Er zijn er ook al wat Trainer Gallery kaarten bekend. Waaronder dus de Galifrance Raihan zou wel eens een dure kaart kunnen gaan worden. Omdat hij natuurlijk super sterk is in de trading card game. Judge, Swordword en Shieldbird. natuurlijk van de game Sword and Shield. Professor Burnett,
En wat hebben we hier? Gordy ook nog. En voor de rest, die anderen, die zijn natuurlijk allemaal al uitgekomen in andere sets. Dus die komen natuurlijk niet in deze sets uit. Dan hebben we hier nog, even kijken. Ja, hier hebben we nog wat andere kaartjes. De V-Stars, die hebben we net natuurlijk ook al gezien. En natuurlijk de Radiants, die gaan komen. Heel erg vet. Training Gallery Predictions wordt er gezegd. Nou, inderdaad ook de Rayhan. De Ultimate Art. Oh, dit is... Even kijken, Rockruff. Ja, dit zijn de... Oh, oké, okay, ja, dit zijn de Training Gallery kaarten. Ja, dit zijn inderdaad ook leaks waarvan mensen denken dat ze erin komen moeten zitten. Deze kaarten zijn natuurlijk een andere Japanse set zo uit. En het is altijd een beetje gokken welke dan in de set komen te zitten. Maar ze denken dus deze. En dames en heren, de pre-orders van deze producten staan nu ook op mijn webshop live. Zo gaan de producten eruit zien. We hebben natuurlijk de Elite Trainer Box, de losse boosters en de boosterboxen. Ze staan nu live op mijn webshop. En ja, mocht je inderdaad nog Silver Tempest producten willen bestellen, dan kan het natuurlijk op mijn webshop weer. En dat zou ik super lief van jullie vinden. Linkje zal ik even in de beschrijving knallen. En dan hopen we dat jullie deze set super leuk gaan vinden. We gaan echt weer super veel content maken om deze set. We gaan natuurlijk weer boosterboxen openmaken. We gaan proberen om die set te completen. We gaan op Twitch echt duizenden packs openmaken. Ik hoop dat jullie ook net zo enthousiast zijn als ik voor deze set. Ik in ieder geval wel. Ik hoop jullie ook. Ik zie jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe video op dit kanaal. Hey, joe!